Vroeger was de ZZP of de, de eenmanszaak, was een freelancer. En een freelancer had bijzondere gaven. Die kon ja. iets en die werd ingehuurd voor een bepaald project, traject, ja. klus. En die werd vaak veel beter betaald dan de mensen die daar al werkten in dat bedrijf. Al was het maar omdat die ja. tijdelijk kwam en, uh, en een bepaalde kennis meenam. Met andere woorden, korte termijn inhuur was altijd duurder dan iemand in loondienst hebben. Inmiddels is dat een soort van omgedraaid, is het veel interessanter om iemand in te huren dan iemand op loondienstbasis in huis te hebben. En dan zie je dat het doorslaat en dan ja, bombarderen een hele hoop zzp's, Dat was ik de titel van mijn artikel toen, zich terug naar de boerendaggelden van de eind 19e eeuw. Ja, schone dagloners eigenlijk. Ja, ja. En, daar, en, en de grote grap ja. was, dat ging helemaal fout. Ja. Met als gevolg dat we allemaal sociale wetgevingen en dat soort dingen hebben gebouwd om juist die mensen te beschermen.